Goedemorgen vanaf de lenterknaller hier op Speedway Emmen. Kijk, wat wolkjes, maar wel een zonnetje erachter. Dus het ziet er allemaal schitterend mooi uit. Totdat je naar de grond kijkt en dan zie je van ja, verdorie, het heeft toch wel hard geregend de laatste dagen. Jammer. Maar voor de rest, de vooruitzichten, hopelijk dat dat gewoon een beetje goed gaat. En dat het een beetje mooi is en dat we gewoon een mooie wedstrijddag hier krijgen. Het is dus hier gewoon droog, zonnetje erbij. Dus, maar verwachten we wel dat het gewoon hier een schitterend mooie dag gaat worden. Alleen we zijn altijd van het weer afhankelijk. We zien het bij de auto van Pieter van Iest. Ja, toch ook wat pech in de finales telkens. Hij heeft trouwens een beste camber op zijn voorwiel staan. Wel geinig om te zien dat dat gewoon anders is dan bij andere auto's. Ook Dennis Tesselaar vandaag aanwezig. En natuurlijk ook de Bangers. Ook vandaag hier weer voor een lenteknaller. Jacob de Vries ook weer aanwezig. Was vorige week in bij de Acom niet helemaal fit. Heeft daardoor wat minder resultaten bij elkaar gereden dan die hoopte. Maar goed, dat is altijd een man om rekening mee te houden. En op Bouwhuis was Wiebe weer niet helemaal fit. Nou, is Jacob weer helemaal hersteld? 100%. Ja? Ja, maar hij is er weer. Dus we krijgen eindelijk een keer een podium te zien van hem? Nou, wat hè. Beelden allemaal. Precies. Nee, mooi dat hij weer helemaal is opgeknapt, dat is het belangrijkste. En Wiebe, nou, die was in Blauwhuis, was die niet helemaal fit. Die ontweek mij heel tactisch, heel goed. Inmiddels weer helemaal opgeknapt. Ja, gaat best. Ja, prima. Een virusje bij de Vriezen, want vorige week was Jacob dus ziek. Ja, ik denk het. Familiekwaaltje, denk ik. Nog niet helemaal het seizoen naar je hand kunnen zetten. Vandaag punten pakken? Ja, hopelijk wel. Ja. Nou ja, auto gaat wel snel, maar nu de uitslagen nog. Helemaal goed. Succes! Dus natuurlijk regerend puntenkampioen van het zilverdak Wiebe de Vries. Altijd eentje om mee met rekening te houden. Ook Jeffrey Pickett ook weer aanwezig namens Team Pickett. Dus die is ook weer, gaat ook weer de nodige kilometers maken. Ja, toch ook wat. Hij heeft wel een rood dak, maar het komt nog niet helemaal uit de verf. Die overwinning die zit er heel dicht aan te komen, maar nog niet helemaal. Nou ja, iemand is altijd hier aanwezig hier op Emmen. Dat ben ik, Koen Maris. Ja, die gaat toch hier veel kilometers maken. Heel veel kilometers maken hier op Emmen. Want ja, de World of Dirt finale is dit jaar hier op Emmen. En die titel moet je verdedigen. Dat gaan we wel proberen, ja. Dus nou ja, hopen dat het weer een beetje zo blijft. Maar we hebben alleen nog maar natte dagen hier gehad. Dus een beetje droog zou niet verkeerd zijn. En dan hopen dat met de World of Dirt finale dat het dan gewoon schitterend weer is. Daar gaan we van uit. Dat is een mooie tijd van het jaar, dus we gaan vanuit dat het droog blijft. De grote vraag natuurlijk uit de pitlane is, waar staat de beker op dit moment? Bij mij op een zaak. Ja, hij staat op een zaak. Hij is dan niet weer in huis geweest. Nee. Okay. Hij staat op een zaak, dus iedereen kan hem daar zien. Ja. En dan hebben we even iets anders. En dan kom ik even aan de andere kant van je staan. Even in verband met mijn hand en de microfoon. Want ik zie daar jouw oude auto staan. En ik kijk naar het nummer. Ik zie daar een heel bekend nummer op staan. Ja. Kan je me eens even wat meer vertellen? Ja, Lee die komt volgende week over uit Engeland. Die gaat daarin rijden. Nou, en hij stond al een tijdje stil. Dus we hebben eigenlijk donderdagavond nog besloten dat Edwin erin gaat. Dus hij is bijna vrij. Dan komt hij hier gauw heen. En dan, dus hij net eerst ziet, zou hij mee kunnen rijden. Dus dan gaat hij er vandaag in proberen. Dus Edwin Ploeg gaat weer even rijden? Hij kan het wel even proberen, ja. Ja, als hij nog niet verleerd is, zal een beetje meevallen, denk ik. Maar nee, dat komt wel goed. Ja, jullie hebben een eigen zaak toch? Ja, best gewoon de hele zaak dicht kunnen gooien, toch? Ja, zo makkelijk gaat dat niet, hè. Dan kunnen we niet meer racen straks. Dat is, zijn vader die zou er om 11 uur zijn, dus dan komt hij hierheen. Die houdt het dan even voor de rest open tot 3. Dus dan is hij hier straks zo. Wel goed even overleg gehad van Edwin de boel niet stuk rijden, want Lee moet hem volgende week gebruiken. Ook, en ik heb er spiegel in gezet. Ik zei, als ik achter je zit, moet je wel aan de kant. Ik zei, anders dan mag je niet rijden. Nee, kijk. Goed. Hey, succes, Koen. Dus ja, u ziet het. De nummer 86 met Edwin Ploeg gaat dus even deze auto voor Lee Verhust gaat hij dus uittesten. Even kijken of het goed gaat met deze auto. En daarna helemaal klaarmaken voor de Kings Battle. Want daar is al Lee Verhust een gooi doen naar de Kings Battle.
Ook Tom Maar is ook weer aanwezig. Mooi blauw dak. Gaat gewoon heel erg lekker dit seizoen. Podiumplakken gepakt. En het lukt eindelijk weer goed met hem. Dus mooi dat het hem ook goed afgaat op dit moment. Dit seizoen. Hij heeft een paar hele rotperiodes gehad dat het gewoon niet lekker liep. Waarschijnlijk is er een soort briefing aan de hand, denk ik, want de meeste van de coureurs zijn er niet. Dus we doen het even zonder coureurs. Jan Bouke van Kalsbeek, ook aanwezig. En we zien daar Wendy Koopmans, we zien Rick Wobbers en Wilm Zwerver natuurlijk ook aanwezig. En voor de rest, het is een beetje rustig qua stokkaars hier vandaag. Nathalie Wekema heeft zich vanmorgen afgemeld. Goedemiddag! Die heeft zich afgemeld vandaag, dus die is niet aanwezig. En een klein startveld van de F1, jammer genoeg. Maar goed, en voor de rest gaan we er een schitterend mooie dag van maken. Dan gaan we even kijken hoe het allemaal gaat. Ik zie hier verder niet zoveel mensen. Jan Bouke gaan we gewoon eens even vragen naar de condities. Hij komt net uit zijn auto. Kijk, nou, dat is hoffelijk. Hè? Dan kom je aanlopen en dan stapt hij al even uit. Hè? Zo hoort het een beetje. Nou, mooi resultaat vorige week. Ja. Dus deze week exact hetzelfde? Ik hoop het wel. Het zijn nu weer iets minder rijders, dus het moet wat makkelijker zijn. Beetje zin erin vanuit, wel een beetje natte omstandigheden. Maar het zonnetje komt er nou mooi door. Hopen dat het droog blijft. Ja, ik hoop dat de baan opdroogt. Vorige keer was het ook al nat en toen ging het ook goed. Dus we zien het wel. Succes. Ja, dankjewel. Nou, Wilm Zwerver hier ook eigenlijk altijd aanwezig en gaat hier ook altijd snoeihard. Dus dat is mooi om te zien dat sommige coureurs die gaan gewoon net even wat sneller hier op Emmen in vergelijking met andere banen. Nou, daar komt Team Valkenaar komt er ook nog aan. Dus gelukkig zijn we hier niet helemaal alleen, dus dat is wel gezellig. Jongens, wij sluiten af voor deze eerste pitwalk en wij zien jullie straks bij de volgende. Johan Hubers is er vandaag niet trouwens, hou deze YouTube-pagina in de gaten. De stockcar-video's komen sowieso straks gelijk op YouTube te staan en die gaan we dan ook gelijk even filmen voor jullie. Tot zo!